Peter Gillis is multimiljonair. Dat word je niet door je knaken weg te pissen. Als er iets te besparen valt, dan doe je dat. Peter is nu in de ban van de energiekosten. We gaan nog even op school aanscherp, Nicole. Dan zijn we al naar de klote, snap je? Nicole, vergeet de lichten niet uit te doen, hè? En Peter is gek op dure hebben dingetjes. Zo kocht hij een kasteel. Zolang die verbouwing duurt, wonen ze tijdelijk in Casa Gillis. Maar die tent heeft hij ineens verkocht. Kolk, we moeten nog even aan wennen. Ja? Wat snel? Nou, eigenlijk een paar weken. Een paar weken? Het seizoen zit erop. De gasten zijn weg en de parken leeg. Dat betekent overigens niet dat er geen reet meer te doen is. Zo moet JP bijvoorbeeld de theezakjes vernieuwen. En ondertussen nadenken over wat hij vanavond zou willen eten. Helaas is de rust bijna voorbij. Parky Marky komt vast niet voor de gezelligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je zat al aan de koffie. Ja, ik denk, pak even wat koffie, hè. Hij heeft mij ook ingezet, hè? Nee, die zit nog in de automaat. Maar dat kan ik wel even doen als je dat wilt. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Moet ik wel even roeren. Oh, moet ik dat nog doen? Ja, ja. Er zit niet met de service inbegrepen hier. Was voor jou natuurlijk wel onverwachts. Ja. Maar je zit altijd op dezelfde plek, want je bent altijd hier binnen de koffie aan het drinken. Dus of je die plaatjes aan het kijken. Luister eens, ik wil eigenlijk een rondje inventariseren. Van hoe staat het er nou bij? Het seizoen is voorbij. Veel schade is opgelopen, hè, want ik volop in de verhuur gezeten. Ja. Alle caravans zijn in de verhuur geweest. Hè. Weekenden, midweek, daar heeft er geen één een dag leeg staan. Nee. Dus ik wil even een rondje het schades opnemen. Dat is prima, dan gaan we dat doen. Maar dat wordt het KVO'tje. Wat is dat nou weer? Koffie voor onderweg. Dus praat en breid tegelijk. Nou, ja? Oké. Okay. Wie rijdt er? Ik, hè, want anders rijd ik heel langs... Of niet langs plekken waar ik wel wil zijn. Oh zo. Yes, koffie vast. Ja. Oh. Oh jongen, toch. Hier hangt er weer zo'n wespenvanger. Die de mensen zelf op hebben gehangen. Ja, die moeten we ook even weghalen. Ja, dan moeten ze altijd gelijk doen na aankomst. Ja, hebben ze hier in het hoogseizoen opgehangen. Dat snap ik al. Als die mensen last hebben van wespen, dat ze zo'n ding ophangen. Maar jullie moeten mij weghalen. Nou, en van de andere kant, er kan geen wespen, want er zit een kurk in. Ik denk dat hij van onderuit erin kan. Ja, zou dat? Ja, dat is een gaatje. Dat is een gaatje, ja. Dat kennen ze natuurlijk niet uit. Of ze moeten kurken trekken bij jou. Ja. Jullie moeten hem eigenlijk na aankomst gelijk wel weghalen. Met de schoonmaker moet dat zien. En die zal er geen kniptang bij hebben, maar dan moeten ze dat doorgeven aan jullie. Als ik zo een beetje kijk, dan hangt hij er al na de tijd. Nou, niet. Yes. Nou, dan nemen we hem nou wel mee. Moeilijk is het niet, hè? Nee, dat was niet echt moeilijk. Maar hij rijdt ook rond, hè? Ja, dat klopt. En dan moet ik het wel zien. Na meer dan een jaar is het nog steeds een klerenbende bij dat kasteel, maar Peter blijft optimistisch. Maar of hij daar binnen een paar weken in kan trekken, nee. Blijft een mooie oprit hier, of niet? Echt wel. Het is wel even geleden dat je er geweest bent, of niet? Ja, het is wel even geleden inderdaad. We zijn hier voor mij nu op dit moment niks te doen. Ja. Kijk eens hoe ver het al is aan de buitenkant. Ja, dat is wel een heel eind, ja. Wel mooi, hè? Ja. Ja, maar kijk naar die toren, hoe mooi dat die is. Ja, moet eigenlijk even van de voorkant kijken. Kom. Heel kawaii. En we dachten, de tuin gaan ze toch omspitten, dus voorzichtigheid, dat hoeft ook niet meer. Hier dat gaat toch niet? Ik weet niet wat ze hier allemaal doen. Moet je een kruiwagen wegrijden of zo? Nee, maar... Dat gaat toch niet? Kijk maar, nou zie je wel hoe mooi en hoe strak die muren zijn. Ja. En ze moeten hier en daar wel repareren. Klopt. En als je dan direct opgevoerd, moet je kijken hoe mooie oude steen. Heel mooi. Een steen van 500 jaar oud. Ja. Kijk, dan zie je hoe lelijk dat was met de beige. Ja, dat is echt zo'n smerige kleur. Ja, dat vind ik zo lelijk. Goh, ik snap echt niet dat iemand nou eens denkt bij zijn eigen van... Nou, daar ga ik nou dat kasteel eens in schilderen, die kleur. Zonder die verf is het al een miljoen meer waard, snap je?
Ja, maar straks ziet Nicole, als daar direct die voegen in zitten, nieuwe kozijnen. Die onderste band opnieuw geschilderd. Ja, krijg een heel ander kasteel. Nou, blij dat je enthousiast bent, Nicole. Dan gaan we hier eens door de ingang. Hier gaan we mooi binnen. Waar kunnen wij mooi binnen? Hier. Er ligt gewoon een hoop puin. Ja, dat noemen ze een helling. Dan zijn we mooi binnen. Huppatee. Oh, echt. Kom, Nicole, moet ik wel helpen? Ja, dankjewel voor de hulp in ieder geval. Maar ik ben er al. Bert! Volk! Zoontje van de baas loopt JP uit zijn winterslaap te houden. Die knul wil van alles controleren, checken, steekproeven, weet ik veel. Het lijkt erop alsof hij ineens oog voor detail heeft gekregen. Wat zal zijn pa trots zijn? Ze mogen hier ook wel eens wat doen aan een zwerfafval, Jan-Pieter. Ja, dat moeten we ook een keer goed doen, want daar ligt er ook gewoon genoeg overal. Nee, dat moeten ze standaard iedere dag doen. Maar hier ook, ze hebben een vuilniszak. Maar ja, weet je, als die gasten er nog zitten, dan zou ik ze even aankloppen en zou ik zeggen van... meneer en mevrouw, dat is hier niet de bedoeling. Wat is hier nou weer opgespoten? Nou, dat weet ik ook niet. En ze rondjes opgemaakt. Lijkt wel een schietschijf. Nou, lijkt wel wat op, ja. Nou, dan heb ik gewoon mijn krijt gedaan. Ik kan het er gewoon afpoetsen. Nee, dit nodigt uit. De eerstvolgende die komt, die een buks bij heeft, die begint erop te schieten. En dan laat spek aan de kloot hangen. Ja. Nou, hij had een heel ander probleem. Schoonmaakster bellen en Pieter af laten putsen. Dus bel jullie Ella even op dat ze iemand stuurt die je de kasten schoonmaakt. Ja, doe ik. Ja, doe nou maar. Ja, dat ga ik doen. Zat 85. Ja, dan zien ze toch ook wel een groene kast met een schietschijver op. Of kennen ze dat niet in Polen? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Schietschijf. Moet ik vertalen? Ik weet niet ja, doe maar even. Zet me op luidspreker. Hallo, Ella. Luidspreker. Moet ik mee kunnen luisteren. Dan Nederlands. Op zet 85 staan twee stroomkastjes. Wat dat? Stroomkastjes. Ja. En daar hebben ze met krijt rondjes op getekend. Schietschijf, weet je wat dat is? Schietschijf, dat weet ze niet wat dat is, denk ik. Ja, maar een schietschijf, weet je wat een schietschijf is? Nee. Ah, dus even in het Pools. Zo moest je stalaat. Dat was een stellaat. Nou, dan pisaat naar Tashavki. Oké, okay, weet het ook niet. Nee. Nou, daar komt iemand aan. Maar het nodigt wel echt uit om op te schieten. Ja, ja. Ik kan toch zeggen dat twee ogen zijn. Nee. Heb je ooit zo'n oog gezien? Nee, ik niet, maar komt iemand aan. Nou, die schoonmaakster die mag wel opschieten. Nicole heeft er slapeloze nachten van dat ze het huis uit moet. Zonder te weten waarheen. Om haar nu een bouwval te laten zien, helpt dan niet. Bert! Wat is hij dat doen? Is hij gevlucht? Ja, dat denk ik ook, ja. Oh, ben je hier? Hier ben ik, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk, kom dus even terug met de baas kijken. Maar Nicole is natuurlijk al een paar weken niet meer geweest. Er is alweer heel veel veranderd. Dus ja. Als jij eens een korte rondleiding geeft hier beneden. Ja, we gaan even kijken. Ja, we gaan even kijken bij de keuken. Kan ze koken dan? Koken nog niet. Dat zal nog even duren. Ja? Ja. Oh, kijk ja. Alles is eruit. Lekker maar een balzaal, of niet? Hoe moet hier nog gebeuren dan? Hier, de plafond gaat nog een stuk eruit. Kijk, er komen nieuwe ballen klaar in. Kijk, en dan gaan we het weer opbouwen. Ja, ja. Deze plafond haal eruit en maak een nieuw plafond onder. Ja. Hè? Wat zei je, welk plafond? Waar gaat het nou over? Welk plafond? Dit gaat allemaal eruit en er komen nieuwe balkenlagen in. Dus het wordt helemaal nieuw. En wat gebeurt er dan met dat plafond? Dat gaat eruit. Dat gaat eruit. Dat is dan weer mooi. Ja, Nicole, maar als je een paar weken niet komt, dan volg ik het niet meer op, hè? Nee, dat is niet te redden, zo zegt Bert. Ja, ja, maar dit is niet te doen. Dat staat in de verhouding met de uren. Snap je? Deze gaat er gewoon helemaal uit en we maken zo'nzelfde plafond terug. We moeten nieuwe balkenlagen maken. Hoe wil je dat doen? Kijk, daar zit onder zitten die houtjes, die zitten eronder. Daar zit dat stukwerk en dat valt toch één voor één onder toe. Maar wil dat zeggen dat dat voor alle plafonds geldt dan hier in heel het... Ik ben er bang voor, maar wel. Ik vind het zelf ook jammer. Ik denk dat iedereen dat jammer vindt. Denk je niet? Dat kan niet anders maken. Daar ben ik gewoon niet gelukkig mee. Zeg maar, dat moet allemaal gaan repareren. Nou, maar dat is te repareren, dat dan. Ja, maar... Ja, maar dat is... En dit ook. Dat ga ik gaan repareren. Hoe wil je dit nou helen? Dat gaat toch niet?
Ja, kom maar hier kijken. Ik ben echt uber pissig van. Ja, dus kom maar hier kijken. Daar ik wel echt... Kijk, maar hier zit het. Ja, maar deze interesseert me niet. Deze vind ik niet erg, want hier is niks speciaals. Maar die in de keuken en die hier langs, die vind ik speciaal. En dat vind ik gewoon zonde. Ja, maar dat is... Je kan het terugmaken als het is. Je kan er veel specialer terugmaken. Wat denk je wat ze in andere oude gebouwen doen? Daar gaat het niet om. Ja, maar dan? Het gaat om de originaliteit dat er nu nog in zit van zo lang geleden. Ja, dat gaat er niet. Dan mag Bert straks terug, jongen. En als het straks klaar is, dan zegt iedereen... Dat is mooi. Ja. Ja. Ja, het gaat dat is ook gewoon niet te redden. Maar kijk, zo'n plafond kan ook niet redden. Ja, ik moet het nog heel even wennen aan het idee dat mijn plafonds naar de gort gaan. Dat breng ik even aan het wennen. Als je nou hier eerlijk bent, dan ga je vijf minuten de tijd geeft daarvoor om eraan te wennen. Want er komt nou in één keer zo als een bommetje zo, ja, boem. Als je hier een paar weken niet geweest bent, dan zie je het ook. Ja, maar niet. Jij bent hier toch? Kan toch ook dingen zeggen tegen mij als je thuis komt, of niet? Oh, dat kan ik je vertellen. Nee, dat heb ik niet verteld. Oh. Maar als je nou hier staat, dan ga je kijken naar dit plafond. Is dit mooi? Nee, dit vind ik mooi. Nee, maar... Dat vind ik wel mooi. Ja, maar dan had je dit gewoon bijgeverfd en dan was dit goed. Nee, dat was niet de afspraak. Dat kom, ik zou zeggen, joh, maak er een mooi modern plafond in. Klaar, is het allemaal klaar. Andere keuken erin. Ik ben enthousiast, hoor, dus... Ik zie dat jij enthousiast bent, ja. De decembermaand. Je houdt ervan, of niet. En als je er niet van houdt, dan zit je in Spanje stukken beter. Mieke en Johnny hebben allebei een scheidhekel aan de kou... en verkassen, als het even kan, naar hun Spaanse optrekje. Goedemorgen, jongen. Mieke? Ja? Opstaan. Kom. Moet ik thee of koffie? Thee. Wil je nu 's morgens altijd zo roepen om uit bed te komen? De zon is er al. Een theetje voor mevrouw. Koffie voor de baas. En een watertje voor de papegaai. Ja, jongen. Papa komt, hè. Koffie, thee. Thee, ik, hè. En sigaretjes. Papegaai dadelijk ook eens loslaten. Kan hij zijn benen ook even strekken. Hoort hem. Hoort. Ja, jongen, ik kom. Papa komt er zo aan, jongen. Ja, papa zegt, jongen, hier is mama, zeg. Wat hier gedaan? Is mama. Wat ga je doen? Ik moet thee drinken. Dat is lekker, hè? Is het lekker? Ja. Niet vliegen, hè? Nee, niet vliegen. Kijk, hier is Barney. Kijk eens. Waar is Barney? Waar is Barney? Wie is dat? Hier is Barney. Is dat Chico? Wie is dat? Dag, Chico. Hallo, ja. Hallo. Ja. Nee! Wat, hè? Heb je gescheten op je blouse? Oh. Wat hebben we gedaan? Nee, wat hij hier. Hier. Wie is dat geweest? Zeg je naam. Chico is dat geweest. Ah ja. Ik had dan mijn keukenrol halen. Chico heeft me gezegend. Oh, jongen, ik heb niks anders te doen als stront op te vegen. Jawel. Op Prinsenmeer is de hele bedrijfsleiding van de leg. Een of andere vandaal heeft namelijk met krijt lopen spelen. Dit schreeuwt om een specialist. Oh, daar komt iemand dankvist. Oh, kijk, kijk. Aan de trekker bij in plaats van een borstel. Nou, water in die emmer en aan gaan. Ho, ho, ho. Dat gaat lekker. Net wakker. Nee, nee, nee. Dat is wel vlug. Ik hoor de kraan al lopen of ze is aan het plassen, dat kan ook. Ik ga toch wel vanuit dat het de kraan is. Ja, want anders is het wel een hele aardestraal. Nou. Dat kan als je heel nodig moet. Ja, ja, dat kan. Inderdaad. Kijk, water. Oh, dat je niet valt, hè. Dat je wel benen niet breekt, want die hadden nog nodig komend seizoen. Hij is met mijn borstel, niet mijn doekje. Borstel. Ja, nee, ten. Stotka. Ja, weer maar, dan zet hem op. Borstel. Oh, ze moet het eerst nat maken, zegt ze. Ja, dat kan tegelijk met die borstel. Wat is nou belangrijker, de kast of de telefoon? Dat weet ik niet. Dan zijn het andere prioriteiten. Oh, kijk. Oh, het is er al af. Nou, dat gaat wel goed komen, hè, Jan-Pieter. Wij gaan verder. Ja. Zo nog het hele park dan moeten we dan... kijk, hup, schoonmaakmiddel er tegenaan. Als het maar niet meer een hoge druk in de gang gaat. Ja, die had ze denk ik niet in de fietstas zitten. De originele plafonds dreigen in de container te belanden. En dat is tegen het zere been van Nicole. Boeien.
Peter vindt het prachtig en lijkt zich weinig aan te trekken van de toekomstige kasteelvrouwen. Kijk, hier heb je al een ruimte, Peter. Die zijn ze helemaal schoon aan het maken. Nou, dat schiet er lekker op, of niet? Nee, maar je krijgt er zicht op zo. Ja, ja. Niet, Nicole. We gaan eens naar onze slaapkamer kijken, dan wordt Nicole misschien enthousiast. Ik kan wel vertellen dat ik jou de conclusie wel mee kan geven dat wij over een paar maanden niet hier wonen. Oh nee, maar daar hoef ik geen wiskunde voor te hebben. Nee. Maar wordt dit helemaal? Dit wordt de danszaal, hè? Dit wordt onze slaapkamer. Nee, dit wordt de slaapkamer. Wel, maar ja, ik kan wel mooi de huis verkopen daar waar we nou zitten, maar waar gaan we dan naartoe? Het valt me zwaar om te zeggen, maar nu heb ze een punt. Ja, Petertje is natuurlijk niet gek, hè? Want we hadden natuurlijk nog een huisje gekocht in 2019. Oh. Dat staat 4 jaar leeg, dus gras staat zo hoog. Nou, maar dat gras vind ik niet zo erg. Dat is een keer maaien. Maar dan kan je ook niet met de grasmaaier komen? Nou, mooi. Ja, oh, nou, enthousiast. Nou ja, dan stel ik voor dat we daar rap gaan kijken. Want daar moet ook nog een hoop gebeuren voordat we er daadwerkelijk kunnen wonen. Dus... De sleutels heb ik. Heb ik een beetje gerustgesteld? Ja, dat ik hier over een half jaar niet moet slapen, dan ben ik gerustgesteld. En ook gerustgesteld over de plafonds. Ja, natuurlijk. Daar is alweer aan gewend. Ja, ja. Peter las in zijn eigen biografie dat hij nog ergens een knap pandje had liggen. Dat leek allemaal in kannen en kruiken tot de pleuris uitbrak. De eigenaar is vermoord. Daar kwam gedoe van. Er werd beslag gelegd. Peter kon er niet in. Kocht een ander huis. Nu is het beslag er weer af. En Peter heeft de sleutels. Nou, Nicole, dan gaan we eens kijken naar de ganzenpas, hè? Ja, eens kijken. Dan nou 3 jaar verder. Ja, maar het komt nu wel precies goed uit. Ja, want dat betekent dus wel dat we binnenkort kunnen gaan verhuizen. Dat is wel fijn. Nou, zo. Dat is goed vergrendeld. Jazeker. Kijk. Ja, dan zie je wel dat er 4 jaar... Ja, dan zie je er wel wat. Ik weet geen grotere huizen staan, hoor. Ik ook niet. In heel Limburg. Ik zie ook een hele grote rimboe, dat zie ik ook. Dit is gewoon een volwaardig boom, joh, wat hier staat. Er staan hier overal volwaardige bomen. Ja, weg ermee. Weg ermee, Nicole. Maak eens Johnny met de grasmaaier er doorheen, hè? Ik kan beter met een hakslaar komen, denk ik, als ik dat zo zie, die bomen. Het is gewoon een paleis. We hebben toen uitgezocht dat precies hetzelfde huis als dit staat in Dubai. Precies hetzelfde. Exact. Ja. Zoals dit erbij staat, alleen dat is een andere kleur, dat huis. En wat voor stijl is dit dan? Ja, Amerikaans. Nou, laten we eens even binnenkijken, dat is ook al even geleden. Het is een beetje een Dallas huis. Dat best doen, ja. In Spanje genieten Mieke en Johnny van het goede leven en storten ze zich met regelmaat in het lokale feestgedruis. Zo is er vandaag een keigezellige borrel in een Nederlands feestcafé. Inclusief feestzanger, levend publiek en er mag gedanst worden. In één woord, genieten. Dankjewel, thank you very much. Alright, next song. Proost. Johnny, ik heb gehoord dat jij een lied wil zingen. Hallo Johnny. Nou, doe je best, hè? Nou wordt het Joe Cocker. Zullen we de nummers zingen van... Joe Cocker. Ja. Nou, oké. Ik heb hem van de week voor je gedownload. Ik ga kijken of het lukt. Ja. Bam, bam. Play in the same old song. Dat is niet goed. Stop. Heb je die naar beneden gedaan of naar boven? Nee, het klopt. Ik weet niet, heb je dus die origineel? Papang! Maar nee. Even wachten. Niet goed. Daar zit niet in mijn toon. Papang! Waar doen? Nee, dat is mijn toon niet. Ja? Ik heb hem zo niet. Kunnen we niet zeggen? Kunnen we eigenlijk niet zeggen? Ik heb een heel andere toon. Dat kan. Ik heb deze van internet afgehaald op verzoek. Maar de toon schijnt niet te kloppen. Ja, je moet met je stem natuurlijk wel... Ja, de toon is niet goed. Nou, dat gaan we niet doen. Kunnen we nog wat anders? Nee, jij mag hem ook zingen. Kom op, joh. Wat was er niet goed? Staat niet in de... toonsoort is... Niet in onze toon waar wij in zingen. Hem in zingt. Ja, daar heb je niet goed, te laag. Nee, ik weet het niet. Te laag of te hoog, ik weet het niet. Maar deze is ook heel andere muziek. We komen er niet uit. Nee, maar dat is echt heel anders, hè. Maar wij zijn daar niet gewend, hè, om kerstbanden te zingen. Nou,
Het is een tikkeltje overwoekerd en de tortelduifjes willen even checken of ze het hier een tijdje kunnen volhouden. Ja. Nicoletje, welkom. Kijk, dit is wel mooi. Was ik dan weer even vergeten, ja, dat er allemaal uitzag. Ja? Ja, jij niet dan? Nou, ik wist wel dat het een hele hoge hal was. Ja. Of niet? Moet je kijken. Dat is een echt paleis. Ja, dat is niet normaal. Ja. Als je ziet wat die deurknop alleen al kostte. Kijk, ik zie me eigenlijk hier wel anderhalf jaar wonen tot het kasteel klaar is. Ja, dat vermaken we ons eigenlijk wel hier. Nou, hoppakee. Dan hebben we de deur open. Ja, dan krijg je die deur al niet open, zo zwaar zijn ze. Kijk eens. Dan krijg je een mooie televisiewand. Open haard erin. Ja. Oh, daar staat de keuken. Dan moet ik even kijken. Ja, dus kijk eens wat een mooie keuken. Fantastische keuken, dit. Ja, of niet? Ja. Alleen zonder dat ze alles weggehaald hebben. Ja, maar dat is een kwestie op Marktplaats kijken. Daar kijk ik allemaal doorheen. Hier, kijk de deurtjes. Het is eigenlijk allemaal nog compleet. Waterkoker. En als we bezoek krijgen, waar moet die jas ophangen? Garderobe. Garderobe? Ja, dit is bij normale mensen een badkamer. Bij ons is dit de garderobe. Oh. Naar het zwembad. Ja, zwembad. Kijk hier. Ja. Ja, dit is ook perfect. Kijk, zie, dit is ook perfect. Heb je daar hier voor die kleintjes mooi een plateautje zo. Waar ze op kunnen spelen. Tophuis. Echt, hè? Nou, heb je hier daar een sauna, ja, jacuzzi, een stoombad. Hier heb je de douche. Nou, je moet al een zwemdiploma hebben. Ik heb nog nooit zo'n grote douchekop gezien. Dat is niet goed voor de waterrekening. Het is wel behelpen hoor, direct die 2 jaar. Ja. Op Prinsenmeer is Mark bezig met de inspectie. Het park moet winterklaar en schoongemaakt worden. Allemaal niet zo boeiend. Maar zoontje van de baas weet precies in welk gezeik hij geen zin heeft. Hier liggen waterfietsen los, Jan-Pieter. Ja, ik zie het, ja. Dus ik zou zeggen, iemand zwembroek aan en dan naartoe. Ja, de gels niet goed aan het slot hebben aangenekt, die mensen. Ja, dat denk ik ook. En dan had het spek aan de kloot hangen, want dan ligt dat ding nog wel los. Dan kunnen wij hem weer gaan halen. Ja, ik ga dat ga ik regelen zo. Maar ik kan onze Rit ook vragen, hè? Misschien dat je iets te doen hebt of niet. Oh ja, dat kan dat ook doen. Nou, zal hier eens even een paar accommodaties bekijken, Jan-Pieter? Ja, kunnen we even doen. Ik zag wel dat een aantal in de verhuur waren, dus... Nou, je laat hem bij de eerste beginnen. Ja. Had je iets te verbergen of... Nee, ik heb niks te verbergen. Nee? Nee. Het begint hier alweer met zo'n mat. Die leggen mensen dan zelf ook wel neer. Ja, die moeten we opruimen. Ja. Wat was dit hier? Hebben ze weer een beuk langsgeroefd. Hebben wij dat gedaan? Dat hebben wij gedaan, ja. Ah. Kijk, dit is al een goed voorbeeld. Hier missen al die deurklemmen. Hier wordt eigenlijk een ding op te zetten. En hier ook, als je de deur opent, dat je hier open blijft staan. Ja, dat je vastklikt. Kijk maar hier, als dat heel het seizoen al is. En dat is bij 50 van de 500 caravans, ja dan... dit kan het niet meer oplossen. Nee. Hier staat weer een verkeerde stoel bij. Die hoort hier allemaal niet. Nee, die hoort hier inderdaad niet. Oh, lekkage. Als hier mensen in komen en het lekt hier water. Ik denk dat het komt omdat ze die net gepoetst hebben. Nee, maar dat is dan niet goed. Zo gaan die caravans kapot. Nee, dat is fijn, dan komen er mensen aan en... dat vind ik dan ook een goed voorbeeld. Als ze deze dan net gepoetst hebben, hier zitten de vette vingers nog aan van de vorige gast. Ja. Ja, misschien hebben ze ook niet gepoetst, hoor. Dat weet ik niet. Maar ik moet ze hebben wel gepoetst, want de laakpakketten al liggen voor de raam. Dus. Kijk, en dat vind ik ook. Ja, dekbedden. Ja, die dekbedden, die horen niet zo te liggen, maar dat weten ze toch allemaal. Ze hebben ook die handboek, hè. Maar ik zal het eens een keer voordoen, want dan weet het zelf ook. Ja. Kijk, joh, zo te liggen. Netjes met een stappenlogetje naar voren. Mensen zien, overstappen dekbed. Zo horen het liggen, niet zo. Maar ik zou vlucht schoonmaken bellen, want dit is niet goed. Nee, dat is niet goed, nee. Kijk, zo gaat ook heel de caravan kapot. Hier ook weer. En die liggen allemaal blauwe. Ja. Blauwe kussen of blauwe dekbedden, bruine kussens. Daar hoor ik ook bruin in te liggen. En ook weer zo neergeflikkerd, zoals ik het zo maar mag zeggen. En je bent niet van de schoonmaak, maar je bent wel van... Maar jij kan makkelijk communiceren met jullie vrouw. Ja, ja. Ja, dan zou ik hier manier over beginnen. Catastrofe. Goed, we gaan verder. Ja.
Het is een joekel. Peters dijen beginnen al te schuren en hij is pas halverwege. Gek genoeg weet Nicole nog steeds de weg. Boven kijken. Nou. Echt niet normaal. Nou, dan heb je hier het voorportaal van de slaapkamer. Ik heb nooit een slaapkamer gezien met een voorportaal, maar deze heeft hem wel. Ja, gelukkig hebben ze die wand laten staan. Ik vind hem wel kei mooi. Ja, ik vind hem ook echt heel mooi. Eens kijken, ja. Ja, maar daar, wat is dat? Dit? Dat bureautje. Oh, dit. Ja, dit is in de kleur gemaakt van Hermes. En hier had de vorige bewoner al Hermes-tassen staan. Oh, dan kan de helft van de plankjes weg. Ja, nou, ik heb maar één echte Hermes-tas. Oh ja, hier zit nog mijn inloopkast. Inloopkast? Ja, dit is mijn inloopkast. Hè? Ja. Kijk, schat, dit is jouw kast. Dit. Deze heb ik aan jou gegeven. En de rest is van mij. Hey. Ja. Niet te geloven, ja. Mooi, hè? Het is wel goed dat je dit nou ziet, want dat is dan precies wat ik in het kasteel bedoel met die inloopkast. Daar bedoel ik dit mee. Dit jo, is wat ik bedoel. Één kastje zat, Nicole. Nou, nee. Hier heb je dan allemaal legplanken boven en een hangkast. En hier heb je nog twee hangkasten. Ergens zitten. Ik hoop dat er zoveel kasten dat ik niet meer weet wat ik mee moet doen. Oh, ik weet heel goed wat ik mee moet doen, hoor. Ik ben maar niet bang. Daar hoef jij je eigen niet druk over te maken. Over deze ruimte. Die, Nou, eens even in het barretje kijken. Vul ik wel, ja. Dat is goed. Dat vind ik wel leuk, de bar. Ja. Ah, het is wel hoogwaardig afgewerkt, of niet? Met de fitnessruimte. Oh, hier kan ik 's morgens gaan fitnessen? Ja. Als je je fitnesstoestel neer wil zetten, wel. Nou, dat wil ik. Ik zou er een biljart neerzetten. Nee. Zou ik altijd doen. Nee, mooie fitnessruimte. Ze hebben daar de dingen gemaakt, de televisie en zo. Wie gaat er in fitnessen dan? Jij? Ik, zeker. Mooi barretje. Schat, ik ken je nou bijna 5 jaar. Ik heb jou nog nooit een fitnesstoestel aanzien raken. Nog nooit. Nou, houd toch wel. Nou, echt niet. Zeg maar. Waar staat hier water op de bar? Ja, zeg de bar. Gin tonic. Ja. Hallo. Ja. Geen gin tonic. Ik heb geen gin tonic. Dan hebben we hier nog de bioscoop. De bioscoop. Ja. Kijk. Hier zullen wij weinig komen, maar ik denk dat de jongens hier direct met zijn vriendjes film kijken en dat soort dingen zeker doen. Ik denk dat ik hier al zit. Nou. Het journaal kijken. Ik denk dat jij heel weinig kijkt, want je kijkt nou wel nooit tv. Ja, massa is kassa. Ja, massa is kassa. Dan kunnen we mooi hier kijken, inderdaad. Ja, nee. Ja. Borreltje erbij. Moet jij eens opletten. Nou, Nicole, ik heb het wel gezien. In een Nederlands feestcafé in Spanje is dit onvermijdelijk. Je bent er voor mij. Maak wat tijd voor me vrij. Zeg dankjewel. Johnny's eerdere optreden was geen groot succes, maar die teleurstelling is inmiddels weggezakt. Zingen jullie zo meteen nog een moppie? Ja, met de hulp van Mieke dan wel. Ja, Mieke hoort erbij, want anders we moeten wel een Corrie erbij. Ik heb een leuke orkestband voor je gevonden van Corrie en de Rekels. Ja, een beetje een echo. Niet te veel. Dank je wel. Daar gaat hij. Huilen is voor jou te laat, ik kom niet meer. Maar eens dan komt de dag net aan. Huilen is nu voor jou te laat, nee, ik kom niet meer. Is dat vroeg, hè, man? Het park is uitgestorven. Seizoensgasten pleiten, barakken op slot, horeca dicht. Het is heerlijk rustig. Nou is Mark nogal bezig om een visie te ontwikkelen. Dus die kijkt alvast naar voren. En wat hij daar ziet, bevalt hem niet. Ben ik hem Hoi. Mark. Hey, even kijken, ik ben even bezig met de prijzen voor volgend jaar. En overal is natuurlijk nog in het nieuws dat de gas- en de energieprijzen en zo natuurlijk omhoog gaan. Hoe zit dat bij ons? Ja, nou hoef ik niet na te kijken, hoor. Ik kan je zo wel vertellen dat zowel bij de prijzen van de elektra als bij de gas, dat die gewoon verdubbeld zijn ten opzichte van vorig jaar. Overdubbeld? Ja, zeker. Dus daar zal toch het plan van aanpak van moeten maken, hoe we dat nou gaan oplossen.
ja, we moeten er ergens doorbelasten. Morgen. Nou, ik zit daar toch met papa. Mm-hmm. Dus dan, ja, er zal een plan van aanpak moeten maken. We hebben natuurlijk 12 parken, dus... Klop, klop. Wie is daar? Oh, de directeur zit er al. Ja. Hallo. Zo. Het zit. Ja. En hoe is het hier? Ja, goed en niet goed. Oh ja, vertel. Nou ja, zoals het in de media en het nieuws overal wel bekend is... De energieprijzen, de gas, het licht. Ja, ook de media niet voor te lezen, heb ik al in die facturen allemaal gezien. Dus ja, zo moeilijk is dat niet. Ja, bij ons is het eigenlijk zowel bekant verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dus er zal toch een plan van aanpak moeten maken, jongens. Hoe gaan we dit ook nou doorbelasten? Maar ook gewoon, wat kunnen we uitzetten? Kijk, voor mij is het heel makkelijk. Want ik zou, als je nou weet de komende weken waar niet verhuurd is, dan zou ik dan aardlekken omzetten. Tjoek! Hup, is de stroom af, koelkastje openzetten. Ja. He, want anders gaat die stinken. Ja, jongens, als ik zo 400 koelkasten uitzet, moet je eens opletten. Dat is uw eerste verdienste. Ja. Al wat uitstaat, staat uit. Ja. En wat ik niet uit hoef te geven, maar ik dat hoef ik niet uit te geven. Nee, dat is ook zo. Maar als ik over alle parken samen, het misschien wel over 5.000-6.000 accommodaties die je gewoon uitzet. Dan moet je eens opletten. Dan bellen ze morgen van het stroombedrijf wat er aan de hand is of dat de meter kapot is. Nee, daar heb je gelijk in. En dat stelt ook met hoe zwembaden, want dat is natuurlijk op gas. Ja, ik kan, daar hoef ik geen wiskunde voor gestudeerd te hebben, maar dat blaast natuurlijk. Hè, ploep. Die gasmeter, die hoorde al, als je buiten aankomt, hoorde hem al lopen. Kijk, hoe kan we dan daar nog hè, op bezuinigen? Mijn paard zet hem een aantal uren uit. Ik zou allerlei dingen verzinnen. Nee, maar als je een lange wacht met overleggen, dan hoef ik het al niet meer te doen, want dan ben je al naar de klotenmarkt. Maar laten we hier maar eens een rondje maken, kijken wat we hier nog kunnen bezuinigen. Alleen in dikke bouw al. Want ik denk het geld ligt op straat. Dat Mark vanochtend dat controlerondje had gedaan, komt goed uit. En hij heeft Ruud gestrikt om dat lijstje gebreken op te lossen. Graag wel vandaag, want die ouwe loopt hier rond. Rob! Ja! Ik heb je hulp nodig, want ik heb nou echt een technisch probleem. Waar dan? Nee, je moet even bij je caravan en vroeg je aan Pieter of hij even daar een stop op de deur even wou zetten. En dan veeg ik de eikeltjes wel van het ras af. Maar als jij technische dingen wil doen... Ja, dat is goed. Rob, ik veeg de vloer mee aan, is dat goed? Probeer dat dan. Wat? Nou, spul erin. Ja, dat gaat automatisch, hè. Moet gaan. Oh. Yo. Ja, gaan we? Ja, oké. Okay. Hop, hop, kast erop, flitsmeister. Jo. De laatste rechts. Oké. Ja. Oké, 93. Kijk, mooi. Helemaal top, wat een feest. Hé, hey, we hebben het overleefd. Huh? Nou snap ik waarvoor je Pieter het verdruk heeft in één keer. Hoezo? Ja, weet je hoeveel eikels er liggen hier. Hey Rob. Ja? Was jij dan zo dat die hier... Ja? En dan daar. Hier, ja. Ja. En dan daar ook nog precies. Ja. Alleen al in het spiegelbeeld. Super. Dat snap je wel, toch? Ja, ja, ja. Ja, wat schroeven pakken. Hoppa. Dat één boom zoveel eikeltjes heeft, dat is niet normaal. Ik heb wel een badmuts, als je wilt. Wel recht, hè? Optisch recht, hè? Nee. Hoppa. Hij zit vast. Maar ik snap wel wat Pieter mij vroeg, weet je wel. Dat had hij natuurlijk niet gezet met de lichamelijke arbeid, weet je wel. Daar staat het niet aan. Oh. Oh. Nee. Nou, daar gaat hij. Yes! Hey, super! Nou, Ruud, ik ben klaar, jongen. Succes! Ja, ja, waar? Ik wacht wel even. Ja, fijne collega ben jij. Ik wacht wel even. Nou, dat was hij denk ik, of niet? Ja, nee, ons persje tapijt nog. Ja, wat gaan we mee doen? Meenemen? Ja. Nou. Hier, kijk. Nou, super! Oh, wees er mee. Ja. Hol elkaar. Terwijl Ruud als een malle dat lijstje afwerkt, probeert Mark die ouwe bezig te houden. Maar dat gaat niet eenvoudig. Peter ziet namelijk overal geld weglekken. Nou, hier is in de grote plaza kijken. Nou, hier is even in de herberg kijken. Zie hier alle koeling uit, Mark? Ja. Ja? Koffieapparaat staat nog aan, dat is de grootste stroomvreter. Of? Ja.
Dus dat is de eerste verdienst al. Ja. Nou, hier zit de stekker al uit. Dat vind ik al goed. Hier hoor ik al een grote energievreter aan. Okay, dat snap ik dan niet. Nee, ja, deze kan in principe nou uit. Ja, die moet ook uit. Dan gaan we hierachter eens kijken of er iets overbodig aan staat. Ja, die is aan. Nou, die is aan. Waarom is die aan? Ja. Wat denk je ervan? Ik zou nou een beetje, hè? Frissen. Ja, dat snap ik ook. Ik heb erachter ook. Dit is echt voor het hoogseizoen, Mark. Ja, maar heb ik gezien hoeveel dat er achterin staat? Zit die helemaal vol dan? Ja, bijna. Dus dit kan daar niet bij, zeg jij? Ja, als je hem helemaal vol zou stampen wel, maar. Want alle parken hebben al het overige materiaal hierheen moeten brengen van Frans. Ah, oh, dat hebben ze nou al gedaan. Ja. Nou, ga toch eens even kijken. Kom maar kijken. Ja, daar ga ik dan toch vanuit. Ja. Kijk, Mark, ik zou niet weten waarom dat daar hier niet bij kan, hè? Ik snap jou niet. Kijk, dat snap ik echt niet, hè? Van de week met, stond... Met die diepvriezer precies hetzelfde, dan wil ik ook wel eens even kijken. Van de week stond er moeval. Nou, hier had ook een ruimte zat, hoor. Nou, wat het probleem is, dan kan die andere twee koelingen uit. Die koelcel en die vriescel kan uit. Dat kost iedere dag energie, 24 uur per dag. Als je nou daar de diepvriezer leeghaalt, hier erin, koeling leeg, hierin, ik kan er daar twee grote cellen uitzetten. Waar het nog wel gezellig is, is bij Ruud en Rob. Die zijn met z'n tweeën heerlijk onderweg naar het laatste klusje van vandaag. Een op drift geslagen waterfiets kan nat worden. Nou, sleutel, ja. Nou, naar die waterfietsen, niet? Ja, ja. Moet kunnen? Ja, trap erop. Verdomme, shit, was dat? Ja, trappen. Ga niet. Oh. Hey, voorruiven. Hey, oh, sorry. Kan ook mee helpen? Ja, ja. Niks. Nee, Rob, spring wel over hier, Rob, en dan zal we wel. Ah, jij niet? Jawel. Pak hem met je arm. Kut dat. Ja? Heel goed, Ruud. Nou, we kunnen. Ja. Oké, mooi. Ja, heb je haast, Rob. Ik kan hier niet onderuit, Rob. Dat is een beetje een probleem. Oh, daar heb je wel aan, hè? Echt, Ja, jongen. Vat die touw. Ik stap wel over hier naartoe. Zei dat werkt, hè? Ja, nou moet je trappen. Nee. Vasthouden, hè? Ja, ik hou wel vast. Jij hebt maar 1 pk, volgens mij, Rob. Oh ja? Even wachten. 1 pk? Hier, wat 1 pk. Nou ben ik al even een beetje beu vandaag. Ja? Ruud sopt in zijn schoenen. Die heeft al 12 keer op zijn laser gekregen. En die bolle is nog niet klaar. Nou, hier zie ik weinig branden, dat is ook goed. Huppatee. Nou, dit snap ik wel dat er aan staat. Kijk, dat snap ik eigenlijk niet, hè, want er staat eigenlijk niks in. Hier staan 1, 2, 3 tubetjes in. Dat zou ik gewoon uitzetten. Ja, wat denk ik ervan? Huh? Spullen die hier meteen staan. Welke spullen? Er staan nou niks in, maar... Nee, maar ja. Nee, dat snap ik wel. Maar als wij hier open gaan, dan zal die spullen erin moeten zetten. Ja. Deze hebben we dan in het weekend ook nog vol liggen. Nou, ik denk van nu niet meer, maar... Nee, waarom staat dat aan, Mark? Kijk, dit vind ik al een goed voorbeeld. Kijk hoe het erbij staat, hè? Leeg, leeg, helemaal aangevroren. En hier liggen nog 20 magnums in. Ja. Dan denk je, uit dat ding. Ja, uit, maar als wij nou komend weekend open gaan. Mark, en wat denk je van schoonmaken? Dat ding moet ontdooid worden, ja. 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 Ja, zo ga ik het nooit winnen met mijn energie. En de handjes dan? Kijk, ik heb hier een beheerder. En horecamanager heb ik er niet, hè? Ja, flikker toch op, man. Hou op, man. Dan doe het zelf een klauw uit de zakken, man. Want dit heeft geen zin om met een rondje maken, zo. Want als dit jouw mentaliteit is, dan ben ik er sowieso al klaar mee. Weet dat je zelf zo hier met een goed gevoel rondloopt, joh. Dat snap ik niet, hè? Volgende keer in Mas IJskassa pleurt Nicole dat knaagdier door de wasstraat.
probeert Mark leiding te geven aan mensen die toch niet luisteren. Ik wil het gewoon niet meer hebben. Dus ik wil vandaag de luiken open en ik wil niet meer naar ze dicht gaan. En ziet Peter nog een paar geldverslindende gevalletjes. Nee, maar als iedereen zomaar water pakt, André, dan zijn we zo naar de kloten. Hou je zelfs een boiler. Catastrofe. Catastrofe. Dat bedoel ik. Sterkte nog, de rest van de avond. Houdoe.